hoorde, ik hoorde jou de hele tijd, maar met dit nummer hoor ik jou niet. Ja, moet je zachtjes bij. Ja, nee, joh, deze kan wel wat harder. Maar, nee, nog niet zo hard, man. Ik dacht dat jij een beetje ingetrokken aan het spelen was. Nee. Oh, dacht ik. Nee, maar ik wil de speaker ook niet uitknallen. Maar ah, er zit een spijker. Wat is een nieuwe? Dat is een nieuwe? Ja, dat is een nieuwe speaker. Leuke man. Hey, oh, er zitten een paar rustige stukjes in. Ja? Dus die moeten even wat meer eruit springen. Want ja, maar dan komt later. Gaat nou weer zo'n schema mee. Oh, nee, maar dat zit toch goed? Ja. Want dat ging perfect, vond ik. Ja. Ja, maar speel er gewoon nog een keer. Ik moet niks meer aan doen. Nee. Behalve die rustige stukjes. Maar ik denk, als jij minder gitaar erin doet, of ja, in het begin. Ja. Of zo? Ja, is goed. In het begin. Nou, bij die, ja. Even kijken hoor. Nee, dat is het. Dat is direct het eerste couplet. Ja. Couplet, ja. Eerste verse. En dan na de solo, twee keer de solo en dan komt hij nog een keer. Dat ja, het tweede couplet is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Dat is het. Ja, maar zo wat meer. Kan een beetje kan dimmen, ja, onder wat meer dynamiek in te krijgen, zeg maar. Ja, maar dat moet groeien. Dynamiek, dat is dingen dat moet groeien. Dat weet ik nou. Okay. Die intro is ja? Twee keer. Twee keer, ja. Dan begin ik gelijk te zingen, toch? Hè? Ja, want ik was net gedaan. Twee keer met gitaar. Drum. En twee keer allemaal. En twee keer met z'n en dan direct zingen. Ja, dan was ik net... direct op de rustig stukje. Nee, maar dan was ik net te laat. Ja, dat is... ja.
sneller. Denk ik. Ja, die komt niet uit met de zang. Hij was nou net iets te traag. Dat is een schema perfect, maar... Oh,
super. Ja, fris.